Op 17 maart was schrijver Joost Zwagerman te gast bij Literair Café Helmond. Tijdens deze avond vond ook de uitreiking plaats van de Helmondse Literatuurprijs 2010. Wat even dreigde zijn ogen zich te vullen. Emma Duiker kon met heel haar vakmanschap wel 20... Voordat de prijswinnaar bekend werd gemaakt, wist Joost een overvolle zaal te enthousiasmeren voor zijn verhalen. En door niemand te kopiëren. Tegelijk ontkwam hij niet aan bewondering voor wat Emma Duiker haar missie had genoemd. Grootse kunst op stille plaatsen te laten gedijen. Zodat de mensenmassa niet langer u en meneer tegen die kunst hoefde te zeggen. Een massa Mama, die de voorgeprogrammeerde bewondering the angels, no sleep in heaven or Bethlehem. De 15-jarige Sophie Porro verraste het publiek met haar stemgeluid, begeleid op de piano door haar opa Kees van Houten. De literatuur in Helmond is nationaal bekend onder schrijvers die toeren door het land. In Helmond is er zeer veel publiek, aandachtig publiek, maar zo blijkt nu ook publiek dat zelf talent heeft. Want ik heb 5 verhalen mogen lezen, 5 mensen uit Helmond en omgeving die proza schrijven. En het was alle 5 goed en hoog en bijzonder niveau. De prijs werd gewonnen door Luc de Rooij uit Elslo met het verhaal Rea.